blinde en slechtziende voetgangers met een witte stok ervaren nog te vaak dat voor hen niet wordt gestopt. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Oogcafé Druten en Visio Nijmegen organiseerden daarom dinsdagmiddag een bewustwordingsactie op de dag van de witte stok. De Drutense wethouder Chef van Elk gaf het startsein. Ik vind dat het heel goed is dat die dag georganiseerd wordt. Ik verleen er ook graag mijn medewerking aan. Ik voel mij wethouder voor alle inwoners, dus ook voor mensen met een gezichtsbeperking. En ik denk dat deze dag vooral heel positief kan bijdragen dat verkeersdeelnemers dat die ook wat meer begrip krijgen voor mensen die met een gezichtsbeperking toch aandurven om aan het verkeer deel te nemen. Ja, er ontstaan wel gevaarlijke situaties, ook in onze gemeente. Kijk, Druten is van oudsher een zorggemeente. Circa 2% van onze inwoners heeft last van een gezichtsbeperking. Dus het is wel degelijk nuttig en ook heel noodzakelijk dat we daar vandaag ook hier in Druten aandacht aan schenken. De wethouder en enkele voorbijgangers mochten tijdens deze actie ervaren hoe het is om als slechtziend of blind persoon aan het verkeer deel te nemen. En dat blijkt nog best lastig te zijn. Het is buitengewoon confronterend om dat mee te maken. En dan merk je hoe afhankelijk dat je bent van een stok, maar ook hoe afhankelijk dat je bent van geluiden om je heen. Van stemmen, maar ook van mensen die je helpen. Je denkt dat je als je blind bent of als je niet mag zien, dat je het rechte gevoel nog behoudt. Maar voor mij was het zo, op het moment dat ik die doek voor me had, dat ik het rechte gevoel compleet kwijt was. Ik heb alleen maar meer respect gekregen voor mensen die met een oogbeperking toch het aandurven om aan dat verkeer deel te nemen. Moet de gemeente dit soort acties vaker organiseren? Ik denk dat het belangrijk is. Dat mensen ervaren wat het betekent om blind te zijn. Nou, ik vind eerlijk gezegd 1 dag per jaar vind ik wat aan de magere kant. Het hoeft voor mij niet 10 keer per jaar georganiseerd te worden. Maar als we in het vroege voorjaar en in het late najaar nog eens een keer zo'n bijeenkomst organiseren. Waarin de dagen wat korter wordt. Waarin mensen dan toch ook bij schemer aan het verkeer willen deelnemen. Dan is het denk ik heel goed dat er nog eens een extra aandacht aan wordt geschonken. Dus 2 keer per jaar zou wat mij betreft goed zijn.